Traditiegetrouw is het laatste weekend van februari voorbehouden voor de opendeurdag van het deeltijds kunstonderwijs. 160 Vlaamse academies werken dit jaar rond het thema water. Als je langs de Neten wandelt, vind je mooie installaties naast en op het water. Tot genoegen van mens en dier. Water doet ons ook denken aan Den IJzer. En zo belanden we in de herdenking van het begin van de Grote Oorlog, nu 100 jaar geleden. Doka en Fido Fok stellen een mooie selectie foto's uit het oorlogsgebied tentoon in de gangen van het getouw. Het pirament kleedt de foyer van de Schouwburg Rex aan in de sfeer van die herdenking. Paul Vincent vertelt verhalen en wetenswaardigheden over de oorlog zoals we die nog nooit hoorden. In het begin van vorige eeuw werden de filmvertoningen opgefleurd met pianobegeleiding. Wij doen het nog eens over, geheel in de stijl van toen. Ook tijdens de oorlogsperiode zitten componisten niet stil. Het harpensemble en de pianoklas brengen een selectie werken van de oorlogsperiode. In de kerk van Sluis luisteren we naar de koorklas en Peace Mass van Bob Chilcott. Tijdens de officiële opening van het DKO-weekend krijgen we de kans om te beleven wat oorlog doet met de creativiteit van de leerlingen. We onthouden vooral dat de oorlog veel stuk maakt. Hoogtepunt is zeker de reeks van 3 concerten op 1 avond. Schouwburg Rex is tot in de nok gevuld. Ik zie een zeer gelukkige directeur. Ja, we zijn inderdaad heel gelukkig. En ik hoop dat ik dat ook wil uitstralen en naar onze collega's en leerlingen toe. En ik
wil met deze ook hen hartelijk proficiat wensen voor al wat er deze week is gebeurd. En zeker ook nog morgen, zondag, wat er nog een heel gevulde project en DKO-dag gaat worden. Maar iedereen is er al maanden mee bezig met deze week, met deze projectweek. Ik kan alleen maar hen hartelijk danken en ze nog heel veel succes wensen voor de komende activiteiten nog. En ze hebben er alleszins al heel veel plezier aan gehad. Zeker onze jonge gastjes van morgen. Wat staan er hier op het podium? We gaan er hier ongeveer nog een 200-tal optreden. Morgen vroeg 2 keer. Dat gaat toch nog het een en het ander geven. En het is nog niet gedaan. De laatste dag begint met de ontbijtshow van Radio Mol. In Gender-Buiten dansen we op volkse wijze anno 1914. Ondertussen zijn in Schouwburg-Rex de kinderen aan de macht. Om volledig te zijn vermelden we nog de voorstellingen Paris 14-18, Balmuzet en Iemands Lief, waarvan we geen beelden hebben. En we sluiten deze onvergetelijke lange week af met jazz in Othello. Thought I heard Buddy Bowen say.